Ja, hallo daar roofmeisjes. Ik ben hier bij Neeltje Jans in Zeeland. Ik ben hier met de Barracuda's. Barracuda staat voor een platform waar alles te vinden is over het vissen. Het grote verschil met bijvoorbeeld roofmeisjes. Op de Barracuda's wordt alles door vrouwen geschreven, gemaakt, gefilmd. Maar wij mogen als roofmeisje een uitzondering maken en ik mag deze dag filmen. We gaan iets bijzonders doen. We gaan op zoek naar de ultieme roofvis in ons kustwater in dit geval. En dat is de haai. Specifiek gezegd de gevlekte gladde haai, als ik het goed zeg. Heel klein kansje op de ruwe haai, die wordt nog wat groter. Ik ben hier met Bodil van Roede. Zij is de oprichter van de Barracuda. Jascha Bijsterbos, is van origine karpvisser. En ik ben met Heidi Leeuwens, die is lid van het WK-team kustvissen. En daar staat onze gids eigenlijk voor vandaag. Dat is Martijn Dekkers, dat is echt de expert op het gebied van vangen van gevlekte gladde haai, de ruwe haai. Met name die kustvisserij hier. Ik denk dat er sowieso een visje omhoog kan komen en ik kan niet wachten. Vissen met zagers, krabben. Ja, en normaal gesproken, als dadelijk de stroom iets ervan af begint te nemen, dan moeten we wel een beetje kunnen krijgen. Wat voor vissen zijn dat, die haaien, deze haaien? Ze hebben alle kenmerken van een haai, maar ze hebben geen tanden. Oh, ze hebben geen tanden? Nee. Maar is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld meerval of die hele minuscule? Net als meerval hebben ze, meerval heeft echt een rasp, ja. Zeg maar. En dan hebben ze echt nopjes, okay. die de aas vast kunnen houden of voedsel. Maar ze zitten daar eigenlijk nog niet zo lang voor de kust? Vanaf 2010 zoiets. En hoe kan dat? Waarschijnlijk door het opwarmen van het water een beetje. Ah, oké, toch? Ja. Nou, heeft ook wel zijn voordelen. Nou ja, inderdaad, de ene vis vertrekt en de andere die komt aan. Ja. Oké, okay, vet. Zo schuift het voor een beetje op. Vis je hier vaker mee? Ik vis hier nooit mee. Nee? Nee, nog nooit. Ook dat is een primeur. Ook dat is een primeur. Cool. Wat zei jij, Jascha? Je moet rust uitstralen. Ja, rust, dus, maar dat werkt bij mij ook niet helemaal. Bodil? Nee. No way, echt niet hoor. Nee, nee, nee. Voelt het goed, Jascha? Ja. Kijk. The first shark. Ja, ja. Zo. Helemaal kapot? Ja. Kijk, doe nog mooi. Zo. Dit is ziek. Kijk dan. Wat ziek. Ah, dit is heel kik, ja. Kijk die bek dan, joh. En die kleuren. Prachtig. Heel vet, heel vet. Volgende. Echt kik. Ik heb ze op foto's gezien, maar dan zie je ze in de levende lijven. Ja, mooi, hè? Fantastisch, ja. Echt een mooie vis. Echt een haai. Kik. Je eerste. Ja! Woehoe! Yes. Bo, jij de volgende? Ja. Ja? Natuurlijk. Nog eentje. Zo. Het is even hectisch. De stroom is iets minder geworden en die haaien die houden van die iets niet harde stroming, niet te zacht. En dat is gewoon een perfect moment. De ene volgt de ander meteen op. Het bloed heet. Hoe werkt dit? Ja, dat is fijn. Daar kan Jascha over meepraten, denk ik. Ja, dat is wel ik zou happy, nog te trillen. Ja. Sportvissen, Bo. Oh, ja, ik zie het. Zo, kijk. Okay. Ja. Super vet. Super mooi. Oh, sorry. Jeetje! Mijn god, Wil! Sorry? Bodie, wat gaat er door je heen? Oude haaien vangen. Nou, ik sta helemaal te trillen gewoon. Maar jeetje. Het was ook echt nog wel zwaarder dan verwacht, denk ik. Dat binnendraaien. Ja, dat was heel zwaar. Ja, heel okay. Anders dan snoek of zo. Daar ben ik ook niet zo ervaren in. Maar dit was echt werken. Jeetje. Hoe bijzonder is het? Gewoon een haai vanaf de kant. Hey. Ja, echt heel mooi. Heel mooi, mooi video ook. Heel mooi. De volgende is een barracuda. Ja, sowieso. Zo, Jascha, de eerste keer op haai vissen. Ja. Ik heb net al verteld dat jij van origine karpervisser bent. Oké. Okay. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oh, dat klopt. Ja, dat klopt. Okay. Al vanaf kleins af aan. En dan vandaag voor het eerst haai vissen. Ik ben benieuwd. Super vet. Wel ultieme roofvis, toch? Ja, ik denk wel dat het wel een hele andere sport is. Hè? Als we dit... Heeft het iets weg van karpervissen? Het is wel een beetje ingooien wachten, of niet? Ja, nee, ik denk niet. Nee? Het is toch wel weer anders, hè? Oké. Okay. Val zo lang, Martijn? Nee, hij ingaan. Wel echt een aanbeet. Jawel. Oh, hij houdt hem. Hij komt mee. Zo was hij nog stroopwafels aan het uitdelen. Ja, zo. En nu is het aan je haai te drillen. Het brood zit nog achter in mijn kiezen. Zit het normaal dat het zo snel achter elkaar kan gebeuren? Nee.
Okay. Speciaal voor roofmeesters. Oké, okay, ja, voor barracuda's. Voor de barracuda's, sorry. Ook jouw eerste. Ook mijn eerste. 1-0 primeurs vandaag. Ja, we zijn trots op je. Dank je. Prachtig. Yo! Hi! Wat jij net zei, die haaien die jagen eigenlijk in een soort van wolfpacks. Het zijn groepsdieren. Ja. Ze leven in scholen, kleine scholen, 6, 10, misschien iets meer. Dus ze komen hier bij de randjes getrokken, bij het taluut. Onder het taluut verzamelen ze het aas, krabben en de zagen ze wat er ook levensgelddieren. Dus je ziet heel vaak dat je, als je één aanbeet krijgt, krijg je vaak 2 of 3 achter elkaar. Dan is het weer een half uurtje stil. Okay. Dan komen ze teruggezongen of gewoon de groepje komt aan. En dan kun je er weer 1 of 2 vangen. We zijn aan het vissen, hè? Hallo. Wij zijn wel vrouwen, hè? Ja, dus? Barracuda's. Die hebben het alleen maar over vissen, toch? Barracuda's scholen ook samen. Ja. Oh, net als die haaien. Nou, Sjoerd, wat heb je? Bommetje. Hij zit vast. Even gewoon los laten vallen, heel belangrijk. Bel, jij gaat weg. Woehoe! Ja! Kijk eens hoe vet. Ja, dit is toch, dit is echt wonderbaarlijk. Gewoon hier aan de Nederlandse kust haaien vangen. 20 jaar geleden kon dat al niet, Martijn. Dit is gewoon echt door die opwarming van het klimaat. Echt door het opwarmen. Het is nog eventjes en we kunnen hier blauwe haaien gaan verwachten, jongens. Ja, fantastisch. Wat een bijzondere vis. Even stilgevallen, Martijn. Ja, het is even rustig. De stroming is weg en ja, de vissen zijn rustig. Hij heeft echt alles mee van doen met de stroming. Ja, niet te hard, niet te zacht en dan ze beginnen dadelijk alweer. Oké. Als dadelijk de appstroom erin komt, dan gaan we alweer vangen. Zoals Martijn net zei, het is nu even rustig. De dames kunnen even oefenen met werpen. Dat is ook echt nog geen sinecure. Je ziet Martijn werpen en die werpt gewoon echt makkelijk. Ja, ik vind dat altijd lastig inschatten, maar zeker 80, 100 meter misschien wel. En dat is hier bij deze visserij echt wel belangrijk. De hele kunst op zich toch, dat werpen? Ja, het werpen dat is weer spels op zich. Ja. Het zijn lange hengels hè, en het is heel zwaar lood, dat is echt heel lastig. Wat zijn dit speciale hengels voor het haaivis of zijn dit standaard strandhengels of niet? Het zijn stevige standaard strandhengels. Oké. Okay. Echt wat een zwaardere klas hebben. Ja. Dus je gooit 200 gram lood, 230. Nog een prop zagen ze eraan of 2 krabben. Ja, en ik voelde ook echt die vissen nog wel op hoor. Echt nog wel drillplezier zeg maar. Een heel soepel topje. Maar vanaf 3/4 wordt hij echt heel sterk. Okay. Dus kun je die vis goed onder controle houden. Tof. Heidi, jij bent heel erg geïnteresseerd in de onderlijntjes natuurlijk. Ik ben zo geïnteresseerd in die onderlijntjes. Want jij bent echt een wedstrijdvisser. Ja, maar niet in op de haaien. Nee, nee, maar goed wel. En binnenkort is een WK? Ja, klopt. In september. In september. Dan naar Frankrijk toe? Ja, naar La Tremblade. Daar gaat het ook heel fanatiek aan toe. Bloedfanatiek. Ja? Ja. Daar willen jullie gewoon eerst voor. Maken jullie kans op die wereldtitel? Je maakt altijd kans, anders doe je niet mee, hè? Nee, oké. Okay. En dat wil je ook. Maar ja, van Noord-Macedonië bij het EK kun je niet zeggen van oké, die maakt kans. Nou ja, Frankrijk is favoriet, zo simpel is het. Okay. Spanje is favoriet, maar ja, we gaan ervoor. Jullie zijn underdog een beetje. Wij zijn underdog. Ja, even stroming eruit. En die is er nu weer in, we kregen wat aanbeten. En Jascha is er gelukkig om deze haai hopelijk binnen te halen. Jawel, dames en heren. Hij is geland. Die eel has landed. Wat een schatje. Vet hè? Echt bijzonder. Ja, naar Jasja eerst het... Nou, nummer 2 Heidi. Ja. Nummer 2? Tellen deze vissen ook op een wedstrijd? Die tellen op een wedstrijd. Oké. Okay. Maar de kans dat je ze vangt is heel klein. Echt een bijzonder visje. Minder dan 1. Jeetje, ja. Martijn jongen, wat worden we hier verwend? Even een bliksemsessie. Wij denken gewoon even een paar uurtjes hier, een paar haaien vangen. En dat lukt nog ook gewoon. Ja, gelukkig wel. Zo. Nou, we zijn je heel erg dankbaar. Nou, voor deze sportcursus. Barracuda's, nooit met 3 dames gevist. Nee. De eerste keer. En het ging wonderbaarlijk goed. Jawel hè? Ja. Ja. Ze kunnen het goed. Je hebt luxe paarden, je hebt werkpaarden. Uitgeteld. Maar ja, dat mag ook wel, na al die haaien. Is de missie geslaagd van de barracuda's? Zeker. Wel toch? Ja, wat een dag. Onze primeur ook op het gebied van haaien. Ja, wel wat overdreven om te zeggen dat het echt de predator is van onze wateren. Die ruwe haai misschien wel, maar die geblekte gladde haai. Ja, dat is gewoon wel een aaseter en ook wel een klein roofdiertje in spe.
Maar het was sowieso wonderbaarlijk om te zien dat ze hier gewoon vanaf de kant gevangen kunnen worden. Dat is nog niet zo lang het geval. En dat is toch wel mooi gegeven. Hai, vanaf de Nederlandse kust. Wie kan dat zeggen? Dus daar zijn we heel erg blij mee. Jullie bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En ik zie jullie op of langs het water. Tot later.